Hallo lief mensen, dit is Lumeria met het positieve bericht op donderdag 23 maart. Vandaag zijn wij een 69-15-6 numerologiedag. Dat betekent ook dat wij vandaag op een dag zijn aanbeland waarin je moet. Nee, je moet niks. Het is wel verstandig om heel goed te zien of ik de waarheid vertel. En of een ander de waarheid vertelt. Want er komen zomaar duveltjes uit een doosje vandaan. Dat is de dag waar wij vandaag mee zitten. Dat je berichten leest of hoort of ziet. Waarvan je zou kunnen bedenken, is dat de waarheid? Ga onderzoeken. Dat is heel belangrijk. Vooral vandaag. Deze numerologiedag is echt zo'n dag waarop je, zeker in maatschappelijke sociale systemen, heel goed de leugens kan doorzien. Soms komen er dingen naar voren, dat de waarheid naar voren komt. Misschien komt vandaag wel iets op het nieuws waarvan je dacht, oh, dat had ik toch 3 jaar geleden niet voor mogelijk gehouden. Dat soort dingen ook. Goed, wij gaan eens even kijken wat voor mooie dier er vandaag op ons pad komt. En dat zou helemaal niet verkeerd zijn. Ik weet niet, ik ga hem gewoon weer trekken. De kraai. We hebben geen das, we hebben een kraai. Oh, die past ook wel heel mooi bij vandaag. Creëer samen met Spirit. Kaart nummer 31. En 31 is het geldgetal. Dus, wat komt er bovenop op het gebied van geld? Alleen, dat doen we niet in deze positieve berichten. Even een slokje water. Als je om je heen kijkt, voel je dan de magie die door de wereld stroomt? Heb je gezien hoe elke gedachte tot iets wezenlijks kan leiden? Hoe elke intentie de wereld in beweging kan brengen omdat de heilige wetten vorm geven aan wat jij ervaart? In het universum werkt alles precies zoals het moet. Wanneer je je gedachten, gevoelens en geloof afstemt op je kracht, zal je willen kraaien van vreugde. Je voelt de opwinding en verwondering van het leven in harmonie met iets groter dan jezelf. Deze kaart laat je zien dat je momenteel op de goede weg bent om op magische wijze je dromen waar te zien worden. De wetten van overvloed, compensatie, herhaling en dankbaarheid werken nu in jouw voordeel. Bedenk dat je dankbaar moet zijn en moet eren wat van jou is, zelfs als dit nog niet tastbaar en in vorm en nog vorm moet krijgen. Over welk vlak van je leven je nu ook zorgen maakt, waar je ook op hoopt, is onderweg, want Spirit creëert met je mee. Wat een heerlijke kaart. De kraai. Nog even zien. Dus niet dat dood en verderf op je pad komt, maar dat er vanuit Spirit creatie op je pad komt. En dat je op de goede weg bent. Let op de kraaien vandaag. Ik wens jullie een hele mooie dag. Dag allemaal.